voorzichtig. Eetje. Lucas. Voorproefje. Aan jou de eer. Hey. Zo, zwaar? Ja, en niet te geloven. Serieus. Oh. Hey, bekertje. Hey, Danny Post, let op, zo moet het, hè. Hoppa. Hey. Kan Danny nog even trainen, hoor. Zo. Ik weet wat zou dat prachtig zijn, hè, Danny. Over een paar weekjes. Kastje twee keer zo groot. Ja, 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 moet wel. Er komt er zeker nog eentje bij. Oh. Heerlijk. Lucas. Ga hem voorzichtig terug. We zetten hem voorzichtig terug. We hebben hem te lenen. Trainer, laten we zo zeggen, slechte generale, goede finale. Ja, totaliteit staan we weer kiet. Ja. Dus morgen weer een nieuwe kans en daar gaan we met z'n allen wel voor. Ja. Want het is geweldig om dat te bereiken met elkaar. Ja, laten we nog heel even teruggaan naar, ja, het is eigenlijk de eerste in een tweeluik van de wedstrijd tegen Vitesse. Je komt in het begin nog goed weg, want potverdomme drukte ze hard, hè? De eerste 5 minuten, 10 minuten was lastig. Oh. En met name krijg ik ook een goal tegen, dus dat is best wel een knauw. Eentje maar, gelukkig. Maar ik vind dat we ons dan hartstikke goed op terugpakken. Herpakken. En ik vind dat we daar gewoon goed gevoetbald hebben. Ja. Tot de 1-1 is dan wel een penalty, maar daarvoor hebben we ook nog 2 momenten gekend. Zeker. En die krijg je niet zo vaak tegen Vitesse. Nee. En uiteindelijk, dan valt die Van Bazour, is natuurlijk een... wat ongelukkig. Hij kan er tussendoor aangeraken. Ja. Ja, en dan is het 2-1. Ja, en dan probeer je nog wat te forceren met elkaar. Maar we weten wel dat ze tegen zo'n ploeg spelen, dat je gewoon constant bij elkaar moet blijven. En als het elftal wat groter wordt dan, dan is het gewoon een goede ploeg. Ja, ze staan niet voor niks hoog, hè? Precies. Hier staan ze niet tegen. Je wint thuis met 4-1, je verliest uit met 4-1. Dat is net wat je zegt. Europees gezien komt er een beslissingswedstrijd en die komt. Morgen? Ja, en dat is toch wel iets altijd wel wat apart. Dan heb je maar 1 kans. Ja. En je hebt het gezien, wij mogen ons denk ik wel tot de underdog rekenen. Zeker. En dat hebben wij natuurlijk ook met de ploegen tegen die wij gespeeld hebben, die rondes. Ja. Dat waren ook die ploegen. Maar als je dan met z'n allen 100% bij de les bent en ieder, en niet alleen de 11, maar de totale selectie van iedereen. Die is de man die mee is. Ja, dan als je dan scherp bent, dan is er gewoon resultaat te halen. En weet je, een mooie uitdaging dat je de finale kan halen, jongens. Hoe mooi is dat niet? Is dat fantastisch? Ja. Hoe leeft dat in die groep? Wat proef je? Ja, je merkt na de nederlaag van zaterdag dat je ook zei van ja, nou stappen we weer door naar de volgende. En gisteren... Toevallig tegen dezelfde tegen. Ja, maar dat is best wel apart. Ja. Maar oké, die wedstrijd is geweest en wij hebben gezegd de eerste volgende is altijd het belangrijkste. En daar zijn ze wel van bewust. En dus, je hebt bewezen dat je van Vitesse kan winnen. Ja, maar dat is ook zo. Hè? Wij kunnen met iedereen de strijd aan gaan. Maar dan moeten we allemaal wel de 100% focus hebben. En dat ga je vanuit, is geen motivatie nodig. Nee, die is niet nodig. Nee. Op het moment van opname hebben we nog 24 uur voordat het zover is. Dan heb je al veel meegemaakt en ook in de beker, maar toch speciale kriebels. Nog niet, maar als je morgen hier komt en je gaat de bus in, en, dat is alleen maar hartstikke mooi. En dat moet een goede kriebels geven. Niet dat we allemaal overspannen worden. Nee, want gezonde spanning is altijd lekker. Goed, gaan we zorgen. Dankjewel, morgen. Goed zo. We doen. Goed, onderweg naar Vitesse voor die halve finale van de beker. Maar eerst even over die gewone wedstrijd. Nee, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Nee, gaan we het niet over hebben? We hebben ons gespaard voor die halve finale. Was het dat? Tuurlijk was het dat. Ja. Het was natuurlijk helemaal niks. Nee, het was niks. Het was kloten. Het was slecht. Het was wel weer een doelpunt van Giacomakis. Kunnen we gewoon dan een streepje achter zetten? Ja, en voor de rest moeten we het daar niet over hebben, Lucas. Nee. Want er is eigenlijk maar 1 wedstrijd die telt, hè. Ja, dat is maar deze week in elk geval. Een halve finale, Lucas. Halve finale van de beker. Ik sprak net Danny Post eventjes hier in de wandelgang. Hij zegt, we moeten wel allemaal beseffen, en dat besef komt nu ook bij hem, dat zo'n wedstrijd, die speel je waarschijnlijk maar 1 keer in je leven. Die kans gaat nooit meer voorbij komen met finale talen. Danny is 31. Ja. Er zijn wat meer oudere jongens. Chris Koem, Swinkels. Maar sowieso, als jij op niveau van VVV speelt, krijg je deze kans waarschijnlijk maar 1 keer. Funslet was 33 jaar geleden en de finale spelen was meer dan 60 jaar geleden. Ja. Dat betekent inderdaad, dat zijn 6 voetbalgeneraties. Ik vind het bizar. Ik vind het spannend. Het is bijzonder, het is bizar, het is spannend. Want het gekke is, je wint thuis met 4-1 van Vitesse. Dat is niet 16 jaar geleden, dat is nog niet 16 weken geleden. Mm-hmm. Vervolgens krijg je 4-1 op het vlakje afgelopen weekend. Het staat dus 1-1 in wedstrijden. Ja, en nou gaat het erom.
En dit is natuurlijk ook alweer, even alle voetbalclichés, een wedstrijd op zich, ja. De bal is rond, een ronde bal past niet in een hoek. Alles kan gewoon gaan gebeuren. Alles kan gaan gebeuren. En we hebben het wel eens zien gebeuren. We hebben het wel eens zien gebeuren. Wedstrijden waarin wij de underdog waren, die we toch winnend afwisten te sluiten. Absoluut. Weet je wat jammer is, Lucas? We hebben het er al het hele seizoen over. We kunnen er weer niet bij zijn. Nee. Maar nee. We kunnen er wel een beetje bij zijn. We kunnen er een beetje we bij zijn. Er een beetje we bij kunnen zijn. Er een beetje bij zijn. We mogen niemand oproepen. Maar wat ga jij bijvoorbeeld dinsdagmiddag om 4 uur doen? Dinsdagmiddag om 4 uur zou het zomaar kunnen zijn dat ik de auto pak, richting het stadion kom. En als een soort van, alsof Turkije heeft gewonnen, toeterend over die rotonde. Ik ga gewoon alsof Turkije heeft gewonnen. Ik pak die tandenstoker van jou. Ik zet die in de klaakson. En gaan. En ik ga tuterend over die rotonde rijden. Hier naar het stadion toe. Dan rijden we nog een stukje mee tot het eerste viaduct. Ja, ik heb gehoord dat ze zelfs op de A73 bij het viaduct van Interchalet in Horst om kwart over vier gaan staan. Heb ik gehoord. Het schijnt dat je hier ook nog wat te bikken kunt krijgen dan. Hè? Ja, ja, ja. Geel-zwarte kiep. Nee, een geel-zwarte beker zwart? Met zwarte kiep. Zwart beker met gele kiep. In ieder geval iets geel-zwarts in een beker. Lekker. En het heeft iets met kip te maken. Jongens, we gaan ervoor. Het wordt een wedstrijdje. Kijk en denk aan VVV. We kunnen het gewoon halen. En dan maken we niet alleen een sjaal voor de halve finale, maar zelfs één voor de finale.